Jawel mensen, welkom bij een nieuwe video. En als je goed kijkt zit ik hier naast... Mark Rutte. En goedemiddag. Goedemiddag, de minister-president zit naast mij, jawel. En heeft u verstand van voetbal? Nee. Totaal niet? Nou, ik volg het. Ik heb een favoriete clubs, maar... Ik ga hier niet beweren dat ik alles van het voetbal weet. En wat is uw favoriete club? Nou, twee eigenlijk. Want mijn familie komt grotendeels uit Rotterdam. Dus, en ik vind Feyenoord heel leuk omdat het echt een volksclub is. Ja. Echt in een volkswijk en een club van de stad. Maar ik woon ook in Den Haag. Dus ADO Den Haag is natuurlijk ook wel mijn club. En die doet het ook aardig goed. Ah, dus, okay. Ja. Favoriete speler van Feyenoord? Ja, ik ga maar helaas dat niet doen. Want het risico dat ik daar allemaal op antwoord is dat ik morgen... heel Nederland tegen me hebben. Oh, nou, dan doen we dat niet. Weet je, dat is voor een politicus heel gevaarlijk. Dus alle spelers van Feyenoord zijn mij even lief. Goed antwoord. Ja, goed antwoord. En nu ik hier in Twente ben, wil ik al vermelden dat ook SC Twente natuurlijk een prachtige club is. Absoluut. Ja, en ik sprak gisteren Ton Heerts nog, die erbij betrokken is bij FC Twente. Die zei, hé, je gaat naar mijn stad. Ik zeg, zeker. En dus ook hier nog een keer voor Ton Heerts. FC Twente is ook een hele mooie club. En wat vindt u van de bedragen wat in de voetballerij een beetje rondgaan? Ja, weet je, het is geen belastinggeld, hoop ik. Het is, geen belastinggeld. Dus dan moet je het vooral zelf weten. Maar ik denk zoals menigeen dat ik ook wel eens een wenkbrauw optrek. En denk zo, dat zijn flinke bedragen. Dus Neymar 200 miljoen naar Paris. De transfers in de politiek leveren dit niet op. Wanneer gaat de eerste transfer in de politiek gebeuren? Mark Rutte van VVD naar... De andere van 50 miljoen? Nee, dat zal ik nooit doen. Dat zal ik, nee, ik ben heel blij met de VVD. Maar er zijn wel transfers geweest natuurlijk. Er zijn best mensen wel die van partij wisselen. Maar dat gaat zonder geld. Dus die verdienen geen lekker bedrag? Nee, die verdienen er niks aan. En die krijgen waarschijnlijk van de club waar ze weggaan ook nog kritiek. Van waarom ga je nou weg? Dus dat gaat in de politiek dus nog niet gebeuren. Nee, niet met geld althans. Nee. Niet met geld? En ik ga zeker niet wisselen. Nee. Hij blijft dus gewoon bij de VVD. Absoluut. Toen u vannacht nog wakker werd, u leest de krant neem ik aan. Is er nog iets opgevallen over voetbal in de voetballerij? Nee, want ik moest vanmorgen hier naartoe, uiteraard. En dat is twee uurtjes rijden. En ik heb 2 uur lang zitten bellen. Dus ik heb niets kunnen lezen. Je hebt gehoord, favoriete club van meneer Rutte is Feyenoord. Doe jullie best. Maar ik ben over Twente hoor. Dat wilde ik nog even horen. Ik want het risico is anders dat je kiezers kwijtraakt. Yes, en dan was het even kort met de president. Hoe sluiten we altijd af? Ik begrijp dat jullie dat altijd zo doen, dus... Met een show. Absoluut, hand. Dank je wel. Leuk.